Morgen, dames en heren, volgende station, eindpunt van deze trein, Den Haag Centraal. Natuurlijk, ik zou hier echt zo'n duik willen nemen, jongens. Hey, achter ons loopt minister Grapperhaus. Wauw. Hoe? Oh, zo ziet het er dus uit. We moeten even een ketting erop leggen, jongens. Hoi, ik ben Arina. Ik ben Chris. Ik ben Anne. Ik ben Gerard. En vandaag bestaat de SGP precies 100 jaar. Daarom zijn we in Den Haag en gaan we een kijkje nemen op de fractie van de SGP. Want wie werken daar eigenlijk achter de schermen? En we gaan plekjes opzoeken in het Kamergebouw. Samen met onze gids Menno de Bruin, voorlichter van de SGP. Plekken die voor de SGP belangrijk zijn geweest in de afgelopen 100 jaar. Oh, en voor Chris en ik is het vandaag de eerste keer in de Tweede Kamer. Dus wij zijn heel benieuwd. Spannend. Staat hij al aan? Ja. Nee, volgens mij niet. Hoeveel loopt hij? Ja, hij loopt. Oké. Okay. Wat wel leuk is, hier, dit zijn nou die beroemde wandelgangen. Hier struikel je bij wijze van spreken over kamerleden en ministers. Dus je moet even oppassen straks. Je kan Geert Wilders tegenkomen zomaar in het wild. Hè. Je moet hem ook niet aanschieten of zo. Het is dus gewoon een vergaderzaal, zoals we er hier meer dan 30 hebben. Wat mooi is bij die zalen die vernoemd zijn naar oud-politici, is dat je die mensen ook even kan zien. Hier zie je nou een portret van dominee Zandt. Dominee Zandt is natuurlijk wel een van de voormannen van de SGP, een van de aartsvaders, zoals ooit iemand heeft gezegd, van de SGP. Hij was samen met dominee Kersten en Isidore van Dis. Ja, zij hebben het beeld bepaald van de SGP in de jaren tot de Tweede Wereldoorlog. En de schilderijen hier aan de muur vind ik heel kunstzinnig, maar ik vind er niks aan. Nee. Ik hou van andere kunst, dat heb je op mijn kamer kunnen zien, maar dat wordt allemaal door de Tweede Kamer gedaan. Oké. Okay. Dit is een heel bijzondere kamer, de handelingenkamer. En hoe bijzonder die is, gaan we nu zien. Kom binnen. Oeh, mooi. Wow. Hier staan ongeveer 30.000, 40.000 boeken over politiek en staatsrecht. En dat zijn de verslagen van alles wat er in de Kamer is gezegd, hè? Woord voor woord, zin voor zin, dag na dag, jarenlang. En ieder jaar komt daar dus weer een kast bij. Hè? We praten hier één kast vol in één jaar. Hier staat ook het boek waarin de beroemde Nacht van Kersten zichtbaar is. Nacht van Kersten, wat was dat ook alweer? Ja, dat de SGP er absoluut op tegen was dat er vanuit Nederland een speciaal gezantschap naar de Vaticaanstad zou gaan. Want Rome is natuurlijk hartstikke fout. Oh ja, en toen kregen ze ruzie. En toen viel het kabinet. Ja, dat is deze. Je mocht er niet aankomen, toch? Nee. Maar voor deze speciale gelegenheid, het 100-jarig bestaan van de SGP. En gezien het feit dat dit boek nog heel mooi is, laat ik het toch even zien. Mag ik hier even, meneer Menno, mag ik even binnenkomen? Dit is voor opnames. Ja, je mag niet zien dat ik iets doe wat niet mag. Oh, je zit aan de handelingen. Oh. Wat leuk is, wat je hier ziet, is hier direct achter die muur. Hè? Dus Roelof, die staat hier op de praat. Je mag eigenlijk niet door deze ramen heen filmen, maar we doen het gewoon even. Kijk, daar staat de vlag waar de SGP nog voor gestreden heeft. Wat is dit voor zaal, Menno? Ja, dit is een beetje de oude zaal van de Tweede Kamer waar tot 1992 is vergaderd. Maar waar in de jaren 80 een paar barbaren bezig zijn geweest om deze lampen op te hangen. Lampen? Het zijn lampen, als je aan doet, komt er licht uit. Op de begane grond hier ligt een soort tapijt. Nu is dit typisch Nederland, dit zijn dan de bloembollenvelden. Dus, wat? Bloembollenvelden? Het is wat u het zegt, want anders... Maar goed, alleen al de reuk hier duidt er niet op dat hyacinten en tulpen en blauwe druifjes zijn. Gisteren de fractie nog voorgelezen bij de wijsheid van de week. Oh ja, toen kwam Kees van der Staaij opeens binnen. Ja, en die begon voor te lezen uit een geschiedenisboek
over hoe andere Kamerleden het de SGP vroeger moeilijk maakten. Ja, dat was echt niet mals. Nee, zeker niet. Het gebeurde meer dan eens dat een groep jongelui expresselijk in de vergadering was samengebracht, welke door met de voeten te schuiven en te trappelen en door de plaatsen van alle interrupties dan meneer Kerst en Zanten te spreken onmogelijk dachten te maken. Daar echter trad de politie op, pakte de schreeuwers bij de kraag en zette onder toejuiching van de vergadering op straat. Toen pas kon er rustig vergaderd worden. Tegenwoordig zou je ze wel vragen. Ja, dat hebben we echt helemaal eens nagevraagd. Maar er zijn nooit CDA's meer die onze bijeenkomsten verstoren. Nou, wat gaan we doen, Menno? Ja. Doe! Ik wou jullie de fractie even laten zien, de SGP-gang in de Tweede Kamer. Je hebt hier 15 kilometer wandelgangen en wij hebben hier een metertje of 20, denk ik. Dus ik zou zeggen, kom maar mee. Ja, dit is dus Eline van der Bossen, ons Centraal Planbureau en ons Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij weet ontzettend veel over financiën en economie. En schrijf je dan ook de speeches voor de Kamerleden? Ja, zeker. Ja. Hier zit iemand die inmiddels best wel bekend is in de partij. Hier komen alle lijntjes samen. Zij regelt alles, alle afspraken. Ja, dit is Cornel van Beek. Ik help de voorlichters, ik help het secretariaat en ik heb beleidsterrein asiel en immigratie. Bijvoorbeeld dus debatten moet voorbereiden voor Roelof Bisschop. Nee, maar dat is wel helder zo, denk ik. Hè? Want ik, ja, wat ik zeker. Ja, top. Die jongen moet jullie in de gaten houden. Hey, Boks. Loop maar even mee. Hier zit Hans. Hans Maljaars. Hans is degene die... ik zou bijna zeggen, iedere boer en iedere visser die problemen heeft, die kent Hans. Hij doet onder andere, hij doet veel meer... Maar landbouw en visserij. Kijk. Maar hier hebben we nog één medewerker zitten. En Christoffer, ons kerstverse Kamerlid. Maar hoe bevalt het de eerste week als Kamerlid? Het is een warm welkom, een beetje hectisch, een beetje rommelig. Ja. En heel langzamerhand begint er een klein beetje structuur in te komen. Maar je stond wel direct aan de interruptiemicrofoon. De heer Stoffer, u bent net beëdigd. Ja, voorzitter, dank u wel. Als er vragen zijn rond een bepaald onderwerp, is dat altijd goed. In eerste instantie steun voor een brief. Dank u wel. Mooi gesproken. Ja, dat was een mede-interruptie. Mede-interruptie, inderdaad. U voelt zich meteen als een vis in het water. Nou, dat is een vis die nog niet helemaal goed kan zwemmen. Daar zit hij. Ah, nou, proost. Oh. Ja. En zoals jullie zien, hij is een beetje hulpen tegenover me. Hè. Daar, ik zit daar en hij zit daar. En Arnoud is degene die hier de communicatie doet. Ja, maar Kees van der Staaij. Maar Kees van der Staaij wordt nu geïnterviewd, dus daar kunnen we nu even niet kijken. Maar straks gaan we met hem en Bas van der Vlies op pad. Vanavond in onze vlog. Allemaal kijken. Tot dan. Tot vanavond. Doei.